Zo te Waregem heeft de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Doelpunt in de slotfase van de IJslandse invaller Ólafur Skúlason. Een gevleide zege, want Kortrijk had al in de eerste helft de match kunnen beslissen, maar liet dat dus na. De efficiëntie was er niet. En in de voetbal weet je, als je de kansen niet afwerkt, dat je tekst op de neus kan krijgen. En vandaag was eigenlijk echt het schoolvoorbeeld ervan. Davy de Vouw was bij Zulte Waregem dan toch als kapitein aan de wedstrijd begonnen. Na alle commotie stond Organ Hazard de aanvoerdersband weer af. In het belang van de ploeg, zoals dat heet. Ik denk dat het celui qui peut remplir ce rôle le plus parfaitement possible. Donc tout simplement, c'est lui qui mérite d'être notre capitaine. Maar daarmee zijn niet alle plooien glad gestreken. Tijdens en na de derby is Patrick de Kuyper kop van jut bij het thuispubliek. De nieuwste soap wijt de Kuyper aan een communicatiefout van Franky Dury, die overigens van het bestuur spreekverbod kreeg over de hele zaak. Ik weet dat de trainer de speler ingelicht heeft. Dat is voor die wedstrijd tegen PSV? De wedstrijd tegen PSV. Een ongelukkig moment toch? Hè? Ja, maar goed, daar kan ik toch niet voor opdraaien voor het moment van communicatie van iemand anders. Sowieso was het een moeilijk moment. Gelijk wanneer je dat zegt, het was een moeilijke beslissing, dus het is ook een moeilijk moment. Het is nu gebeurd en we moeten verder. Ik denk dat Frankie daar ook inderdaad wel aan zijn fouten gemaakt heeft. Heeft hij ook voor een stuk al wat toegegeven. En ik denk dat ze allebei daarin wel ze fouten gemaakt hebben. Dat hebben ze zelf allebei ook al toegegeven. Dus. Door het doelpunt van Skúlason blijft Zulte Waregem ondertussen wel mee aan de leiding van het klassement. Al is het maar de vraag of dat opnieuw voor rust kan zorgen aan de Gaverbeek.